thema in de bloei van de nacht, dat spreekt de zoekerij wel aan. De keuze om mij te doen met de museumnacht, wie doe wel snel maken. Ja, waarom die keuze? Je kent er vanuit, we zijn een prachtig en aantrekkelijk museum en we willen af en toe een keer wat nice. En daarom hebben we dit hier aansluiting gehad bij de museumnacht. Als je museumnacht is, wat het oors. En nu kan je de zaken een keer zien of jaren litten als het wat spannender is, als het donker is en als de sterren naar de hemel zitten. Maar ze zeggen, jong komt die jongen, komt hier jongen even een bakje koffie drinken. En toch de Famke van, die vindt maar ik helemaal niet. Ze dacht van, nou, ik zei niks, hè. Wat neem is baas. Dus ze zei van, nou, hup, de koffiepan en de pot er voor boven. En toen die is het gauw zak. En dan joegen ze dat aan die jongen. En dan is die jongen dat er net weer hoe het komt. Nou, dat is nou al hier nee. We moeten ook afwachten wat er komt. Maar we vonden het wel leuk om mij te doen. En ik was spannend van hoe het verrennen zal. Ja. Het was hier van de honden in de pot. Dus we zouden zwaaien die op 10 voor dit komen. En als de lep wist, is dit nog. Waarom is de nacht nou zo mooi? Ja, het is een stuk sfeer, hè? Dat alles mooi verlacht is. Hè? De huizen al hier wat en de donkerte. Jouw toch een oor dimensie eraan. Dus wat dat betreft, ja, ik denk dat het wel heel leuk is om eens een keer dit te doen. Ben je speciaal kan voor deze museumnacht? Ja, het is natuurlijk wel leuk om dit een keer bij nacht te zien. En net alleen hoe dat is. Ja, wij zijn natuurlijk gewend dat we gewoon lampen mogen knippen in de wijnkamer en dat we de televisie omzetten. Maar we hadden helemaal geen indruk natuurlijk hoe dat vroeger was. Oh, wat een leuk huisje hoor. Goedenavond. Hoi. Hallo. Kom verder. In ons huisje. Hallo. Ja, ik vind het zo leuk dat al die huisjes die zo ingericht zijn, dat je het herkent van vroeger. Van mijn opa en oma. Ik herken heel veel. Dat vind ik die verwondering. Dat je denkt, oh ja, dat had oma ook. Ja, dat vind ik mooi. Ja. En het is nacht. Geeft dat ook een beetje een bijzonder beeld? Nou, dat is wel zo, ja. Er zijn allemaal lichtjes, dus dat maakt het wel heel sfeervol. Maar ik heb mijn man bij me, dus ik ben niet bang in het donker.